Wij zijn PVCC. Ja, dat, maar hoe heet u zelf? Oh, Emar. En dat is voldoende? Ja, nee, nee. Ja, dat eigenlijk wel, hè? Ja. Emar. Ja. Maar ik zie hier heel veel kinderen aan het werk die prachtige dingen maken. Hoe komt dat zo? Ja, omdat we eigenlijk hiervoor staan, eigenlijk. Het creatieve voor kinderen, ontwikkeling voor kinderen. En daarom zijn we eigenlijk ook hier gestart in Almelo, om dat gewoon verder te breiden. Dus en Almelo had het nog niet. En toen had ik zoiets van, hey Wendy, breng het naar Almelo. En het werkt, open dag loopt goed. Dus er zijn genoeg mensen langsgekomen die graag een feestje weer willen pikken, een klas willen volgen. En ja, dat is wat wij doen. Ja, dat is het verhaal. Het creatieve met jongeren. Maar niet alleen met jongeren, want wij doen ook voor evenementen. Ook voor bedrijven, muurschilderingen. Het is niet zozeer alleen maar dat je binnen zit in een klas van. Je krijgt een tekenles. Het is gewoon van alles en nog wat. Ontwikkeling vooral, zeg maar. En met de klasses kunnen wij ook op pad met kinderen. En dan kunnen wij bijvoorbeeld, zoals de laatste keer, zijn we naar Waarbeek geweest. En mooie deal met Waarbeek, daar kunnen ze gewoon de kinderen gezellig een dagje voor maken. En dan krijgt Waarbeek ook een ruil van een mooie muurschildering. Dus. Wij doen elke zomervakantie en elke herfstvakantie en voorjaarsvakantie organiseren we een Kids Do Day. Dat doen we samen met een andere partner. Dat hebben we met Twente gedaan, met de Waarbeek, met andere creatieve ondernemers. En dan maken we dus inderdaad mooie muurschilderingen samen met jeugd en met kinderen. En daarnaast geven we graffiti kinderfeestjes, workshops, bedrijfsfeestjes, personeelsfeestjes, muurschilderingen, grote projecten. In 2018 gaan we een aantal hele vette projecten draaien met de jeugd. En dat willen we allemaal vanuit Almelo gaan doen. Dus we hopen op heel veel enthousiasme. Wij zijn in ieder geval heel enthousiast met z'n allen. En we hebben er een goed gevoel over. Dus we gaan lekker knallen in deze stad.